En die Slek is de winnaar van de 31ste editie van de Draai van de Kaai in Roosendaal. De Luxemburger werd op het podium van het Roosendaalse profcriterium geflankeerd door Koos Moerenhout, die tweede werd. En Robert Geesing, die eindigde op de derde plaats. Het wielerevenement verliep rustig. Wel werd er geklaagd over geluidsoverlast.